De ontmaagding van onze live comedy podcast zit er, denk ik, al op. Bart van Desten, goeiedag. 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 Is dat wel op zijn West-Vlaams? Goeiedag, misschien niet. Dat was Nederlands, denk ik. Henk Rijkaard. Hey, hallo. Hey. En ik besefte daarnet dat ik aan het zwaaien was, wat dat raar is op een podcast. Dus ja, niemand ziet dag, dat, hè. Dag, luisteraars. De Winter Stefaan. Hallo. Goedenamiddag. Goedenamiddag. Het is Els de Schepper. Dag, yep. Els. Ja, hallo. Oh, ik ben zo blij met een extra partiet aan tafel. Echt waar. Ja. Dat is echt de eerste keer. Ik heb daar lang op moeten wachten. Ja, ik denk dat er af en toe ook mannen met tieten aan tafel zitten. Maar ja, dan moet het dan niet te hard op wijzen, natuurlijk. Opgelet, hè, want er zit nog een man aan tafel. Ja, is hij maar... met tieten of niet? Nee, ik zie ze niet. Keiharde borstspieren die zo volumeus zijn dat ze verward worden voor mijn boobs. Voilà. En voor degene met gespitste oren misschien al herkend, lieve Scheire zit hier ook. Hallo. Goedendag. Sven de Leijer. Hallo. Hey. Goedendag. Alles goed? Jazeker, wat een mooie woorden. Het is de eerste keer dat ik een echte man genoemd word, dus ik ben een nu echte al... man? Maar ja, jij... Nee, dat weet je niet. Maar tuurlijk, ja. Jij bent toch een viriele man die hier voor mij zit, ik ben blij dat jij het ziet. En jij bent ook een heel verstandige vrouw, maar meestal ben ik zo de schattige of de brave. Of... En nu eindelijk een keer. Ja, maar ik moet dat wel nog een beetje ontdekken. Hè? Ja, ja. We hebben nog maar net kennis gemaakt. Weet je mijn naam nog? Ja, Charlotte. Swift. Nee, ook niet, want die dan zou het Swift moeten zijn. Ja, dat is eigenlijk zijn. Smit. Ja, dat is waar, maar dat is uw probleem. Ik zou toch ervoor gaan. Het was een lange rit. Hier is Thomas Smit. Ja, maar je moet die... Ah, ja. Het moet ook een leuk rijmpje zijn. Ja, dat is een lange rit. Niet gewoon moet ik al zeggen, een rijmpje, hè. Het was een lange rit. Hier is Thomas Smit. Is het quasa of zoiets? Dat lijkt er wat op, ja. Tim Godidiabois. Ik vind dat wel heel goed passen. Is het quasa? Ah, het is Tim Godidiabois. Ja, vind toch ik wel een beetje, goed. Hè? Maar c'est quasa? Maar c'est quasa? Dat kan zo een lied worden. Ja, zo. Ja. Quasa, ja. Ja. Maar dat is uw artiestennaam. Jij noemt gewoon Jans. Wouter de Pree, hallo. Ja, hallo, hallo. Je was hier bijna niet mee aan tafel. Ik was hier bijna niet mee aan tafel. Ik had een ongelooflijke sprint moeten inzetten. Nee, ik kreeg telefoon van hoe ver dat ik al was. En ik wist niet waar dat ik naar op wacht moest zijn. Ja. Maar kijk, wat was gaan doen op het moment dat je de telefoon kreeg? Ik was naar de documentaire van Frank van den Broeke aan het kijken. Ja. Dat staat toch wel de wedstrijd. Ja. Hoe ver ben je? En dat je dan zegt, ja, wel, hij is juist nu dingen, Parijs-Roubaix gewonnen. Hij is gearresteerd. Mijn leeftijd heb ik graag dat ze meneer Van Oudenhoven zeggen. Meneer Van Oudenhoven, ja. Oké. Okay. Dus maar meestal ook als ik... Ja. Als ik mijn naam moet spellen, zeg ik dat altijd zo. Ja, het is in één woord, hè, VA, hè, met OU en een enneke van achter. Van Oudenhoven. Ja. En dat zijn er ook die zeggen van... En mijn hash dan? Ja, het is niet Van Oudenhoven. Allee. Ja, Van Oudenhoven. Gejost. Ja. Gejost met jullie namen. Voilà. Ja. Bij mij schrijven ze ook Boeva altijd met OU. OU, hè? Ja, ik snap niet waarom. Je zegt toch ook niet Boevakker? Dat is toch raar? De lat ligt hoog genoeg dat Willem Boeven er kan overstappen zelfs. Ah, hier zit de kot, madame. Oh, man. Echt. Oh, nee, is het echt? Dat had ik nu niet gedacht, eigenlijk. Jij bent een echt schoener als op tv. Dank u. Mag ik hopen? Nu, ik reageer dan zelfs niet meer op. Zeg, ja, tuurlijk. Ja. Hij had al Bonux gekocht. Allee, ja. En als er een vent bij loopt... Ah, Odilon, als er ook, zie je. Ja, dat heb ik nog niet mee. Ja, ik ben eigenlijk heel veel tegen op straat en op café. Dat de mensen... dat ik moet uitleggen dat ik Freddy speel, eigenlijk. Dat hij zeker ook mijn moustache hangende is. Want die scheer ik meestal af in de zomer om een beetje meer low profile te kunnen rondlopen. Maar het is wel grappig dat mensen, zelfs maten van mij, zijn soms Freddy tegen mij. Dat vind ik wel gênant. Dat wordt wel akelig zo, op een bepaald punt. Raf. Raf, ja. Als je het nu nog niet wist, shame on you. Echt, hè? Ja. Maar je hebt uw stem al zo mooi en zoet laten klinken, dus iedereen wist het waarschijnlijk al. Hè? Ja, dat weet ik niet. Hè. Voor mensen die mij nog kennen, wel. Je hebt wel, maar je hebt een
Herkenbare stem, ja. Ik heb vorige week mijn eigen lekker op YouTube bekeken en dat viel me ook op. Ik heb toch een eigenaardige stem. Een eigenaardige stem, ja. Zelfs. Dat komt van mijn moeder. Mijn moeder heeft ook zo'n irritante stem. Een beetje zo. Het is eigenlijk de stem al dat voor 90% bepaalt welke humor dat je kunt brengen. Ah, ja, ja. Dus dat is zo eigenlijk à la onze Goebbels daar, vriend. Ja, ja, maar dat is waar. Ja. Je kunt eigenlijk maar werken met de dingen. Hoe dat je eruit ziet en hoe dat je ruikt en hoe de stemgeluid dat je maakt, dat bepaalt eigenlijk al voor 90% welk materiaal je moet brengen. Ah ja, dus bij u lag het dan volledig vast na, hè? Ja, maar ik heb dat pas onlangs ontdekt. Dat is straf. Alleen een beetje zagerachtige dingen en een beetje cynische grappen en zo. Maar echt positieve Toon Hermans humor zou ik nooit niet kunnen brengen. Dat is mijn stem niet goed. Ik ga eventjes snel. Doe rustig. Ik zal... Ik ga lawaai maken. Wacht. Anders doe ik in tegenfase iets anders en dan neutraliseert dat. Ja. Ik zuig. Jij blaast, ik zuig. Ja. Oké, 1, 2. Het grappige is, de mensen thuis die hebben nu een perfecte staande golf gehoord. Ja, het is dat, hè. Ja. Er was geen overstuur. Niks. Maar ik was aan het vertellen. Dus wat ik altijd... Ik kijk de zaal in en... Ik zie meteen... Want ik speelde een paar dagen geleden in Waregem dan... En toen zat op de eerste rij, daar waren heel veel abonnementsmensen. Het was wel vol de zaal, was best leuk. Abonnementsmensen. Ja, hoe zeg je? Mensen met een abonnement. Ja, abonnees. Is dat een type dat niet lacht? Of? Dat is doorgaans een type die denkt van, we gaan even kijken, dat is die van de tv. Daar. Ah, shit, ja. En dan begin ik. En dan zat een oudere dame, van een heel wit, krullend haar, en daarnaast haar vermoedelijke zoon. En die vrouw heeft me de hele tijd kwaad aangekeken. En die zoon heeft de hele tijd het hoofd geschud. Die heeft de hele tijd zo gedaan. En dat was langs de kant ook heel grappig. Maar ik weet dat dan. Ik weet, die zitten daar. En dan kan ik perfect naar iedereen kijken, behalve naar die mensen. Ik kan dan perfect zo mijn hoofd zodanig bewegen dat ik die gewoon niet meer zie. Ja. En, maar het omgekeerde gebeurt ook, dat je iets ziet en dat je dan niet meer terugkijkt en dat je dan alleen dat onthouden hebt. En bijvoorbeeld in Gent, zag ik, een vriend van mij zat daar ook. En het probleem in Gent was dat de gasten, ik heb altijd een soort gastlijst, normaal zit hij altijd achteraan. En in Gent zat hij op de derde rij of zoiets. Dus de hele derde rij waren bekende gezichten. En ik zag mijn vriend zitten en die was op dat moment was hij niet aan het lachen. Oh, en dat was ook niet echt een mop, maar die was gewoon aan het kijken. Wat normaal is. Maar toch, in mijn hoofd was dat een probleem. Ja. En ik heb die niet meer durven aankijken en hij heeft de hele tijd gespeeld. In vroeger, maar nu klink ik als een oude man, maar ik ben ik niet, maar in 2005, 2006 heb ik mijn show in Nederland bijvoorbeeld ook opgenomen. En er stond er echt nog een enorme regiewagen buiten in het theater. En kabels door de straat en allemaal bordjes van afgezet. Dus er wordt een soort enorme... Dan krijg je een soort verantwoordelijkheid ook. Alleen tegenwoordig, mijn laatste voorstelling hier heb ik in de Rivierhof opgenomen. Ja. Met een hele fijne cameraploeg uit Nederland. Maar die kwamen gewoon met een busje en met vier camera's. En dat zijn camera's die kleiner zijn, maar nog beter dan die van vroeger. Mm-hmm. En je zet het zelf in elkaar en eigenlijk kun je het binnen een week doen. Maar dan heb je ook niet al die poeha van regisseurs en opnameleiders. Ja. Dat zorgt misschien ook wel. En dat haalt, bij mij in ieder geval, haalt dat enorm veel stress weg. Ja. Maar dat is echt wel van plek tot plek. Dat is soms zo dat je op voorhand weet van, dat is hier altijd een heel rustig publiek. Maar dat wil niet zeggen dat die het niet goed vinden, want die komen achteraf. Maar dan komen die en zeggen, ik vond het fantastisch. Dat je denkt, dat gelachje, dat wist ik dat ook. Want ik speel daar ook in Tienen. Tienen is bijvoorbeeld niet dat zo, schijnt. Dat lijkt heel moeilijk, maar die zijn super enthousiast wel achteraf. Ja, het schijnt. Maar dat is gewoon iets, je moet daar wat mee rekening houden. En als je dat weet, dan kun je daar gemakkelijk over zitten. Van, gewoon toch doorspelen en je ding doen. Als je heel vaak zelf op het podium staat, je hebt op een duur zo'n gevoel van, wauw, stelt deze allemaal nog voor of zo. En als je dan gaat kijken naar iemand anders in een show, dan heb je heel vaak zo het gevoel van, is dat wel graaf, zo, man? Je zit daar in die zaal, dan zie je zo die lampen langs die kent. Je voelt die spanning van, die gaan nu opkomen. Die gaan iets komen gaat hem doen, wat gaat hij doen? Als je er zelf staat op de duur, ik weet al wat ik kan vertellen. Op den duur krijg je zo'n klein beetje van... deze gaat de grappig vinden. Deze niet. Maar dat wel, hè. Ik bedoel, ik zie niet zo'n verschil tussen een voorstelling voor kleuters maken, want ik heb veel voor kleuters geschreven. Voor volwassenen. En voor volwassenen. Het is, ik vind daar vanuit dezelfde insteek... Humor is humor, hè. Zelfs humor kleuters is humor. Begrijpen dat, hè.
En dat is heel... kleuters zijn een fantastisch publiek. Die zijn heel fijngevoelig, denk ik. Fijngevoelig, maar ook bij een hart, hè. Ja. Als 20 seconden niet boeiend is, dan zijn ze verdwenen. Ja, dat is zo. Dus, die hebben dus geen enkele beleefdheid. Dan merk je pas hoe beleefd het een volwassen publiek is. Ja, een volwassen publiek kan eigenlijk 10 minuten denken... Verdomme, dat is eigenlijk toch saai. En dan toch zo... En toch, bij het moment dat toch lachen en hard klappen. Dat is schijnheilig eigenlijk. Schijnheilig, nee, maar het is een groot verschil tussen de kleuter en de volwassenen. Maar ik zie er niet veel verschil in. Om artistiek gezien, dat klinkt gek, maar dat is zo. Ik vind het logisch om ook comedy te maken voor 12-jarigen of zo. Ja. Ik denk niet dat dat fundamenteel anders moet zijn dan voor volwassenen. Nee, maar je denkt inderdaad het woord kuthoer. Dat is een goed voorbeeld. Hè. Dan denk je, kan dat of kan dat niet voor die leeftijd? Maar inderdaad, hè, er is een goede grap van... ik weet niet, het is nu toevallig dat twee keer naar Theo Maassen verwijs. Wist je niet bij die mop? Ah ja, had er een jongenske van 11 of zo die gebruikt het woord neuken. En zijn papa zegt, ken je dat al, neuken? Tuurlijk, zegt die kleine, dat is neuken is toch fistfucken, maar dan met je beet. Allee, daar moest ik aan denken, sorry. Dus, dit is toch wel voor volwassenen, of niet, die podcast? Maar toen dat ik dat deed, dat was de eerste keer dat de vriend zo na het optreden niet kon daarover zwijgen. Ja, dat klopte zo. Ja, omdat iedereen snapte dat figuur direct. Als Freddy er niet kan over praten, is het uiteindelijk al een teken dat er een groot deel van het publiek ook niet kan over praten. Of kan verstaan. En dat is een beetje het voordeel. Ik moet mijn eigen ideeën filteren via iemand die niet zo academisch is. Ja. En daardoor zit ik eigenlijk een soort van verplicht voor het op volkse manieren mijn statements te maken. Ja, een verplichte gemene deler. Zo, ja. Bijvoorbeeld in een try-out zei ik het woordje rabiaat. En toen zei mijn regisseur, Freddy, denk niet dat hij het woord rabiaat gebruikt. En ik zei, ik denk het ook niet. Gewoon Freddy. Vervent, dat gaat nog, maar rabiaat. Ik heb dezelfde probleem als Freddy met verstaanbaarheid. Dus ik krijg heel veel commentaar over mijn taal. Ja, ja. Dus er zijn mensen die mij echt onverstaanbaar vinden. Ja. Hoe hard ik ook articuleer, blijven mij onverstaanbaar vinden. Ja. Waarbij ik mij dan vragen begin te stellen over hun capaciteiten. Maar, maar het is wel, ik heb een serie gehad, ik heb meegespeeld als Salamander. En daar ben ik overgedupt geweest. Dat meen je niet. En 2 weken later moest ik een voice-over doen van een andere serie. Dus dat is zo... ik weet niet. Ik heb mezelf ook al overgedupt. Maar dat was wel heel grappig. Want dat is een serie waar ik speel een gevangenisbewaarder. En ik kom binnen in de cel. En ik zeg tegen die persoon van... Ja, je mag vertrekken. Elke dag is een cadeau of zoiets in de aard. Maar het is een gevangenis. Dus het geluid was heel boomy. En ik zeg het met een beetje een diepe stem. En ik vraag het nog aan de regisseur. Zijn er zeker dat je dat niet nog een keer moet zeggen? Just in case. Nee, we hebben het. En dan komt het op de buis en dan hoor ik echt zo... Ik kan die stem enkel beschrijven als zo'n... als een campinganimator die aan een groep 12-jarigen uitlegt... Wat een leuke dag gaat het worden vandaag, jongens. Dus dat was hilarisch. Oh my god. Ja, Arnold Schwarzenegger wordt ook gedupt. Ja, ja, maar dat is... Ja, dus als Arnold Schwarzenegger naar Duitsland gaat, gelooft niemand dat hij Arnold Schwarzenegger... Nee. Hij babbelt helemaal anders. Ik spreek normaal, met normale stem. Wat je ze begrijpt. Zoeken nog iemand voor vervanger voor Waldeck in thuis. Ja, echt. Ik heb dat eens gevraagd, vooral in het begin dan met mijn Frans, van ja, is dit eigenlijk allemaal verstaanbaar wat ik zeg? Ah, je hebt een check-up gedaan. Waarop dat die gast zegt, je gebruikt verkeerde woorden. Grammatica klopt soms voor geen meter. Maar we verstaan wat hij wil zeggen. En je hebt een ongelooflijk exotisch accent. Ik vroeg iemand op het podium, ik deed toen iets onder het motto zien zonder te kijken. En dan werd ik helemaal geblinddoekt met tape. Gewoon helemaal mijn kop toegeplakt, met gaffa, dat ik niks meer kon zien. En dan oei, ik zit zag al aan ik uw toch haar van te alles. Denken, ja. Het anden van die gaffa was geen probleem, het eraf halen was het grootste probleem. En op een bepaald moment vraag ik dus aan iemand, in het Frans, ik vraag dus in het Frans, wil je mij blinddoeken? Wat dus, ja. Voulez-vous me bondé? Oei, ja, dat is zo'n bondage of zo. Je weet wat ze zeggen, bondé. Ja, ja, erg, hè. Ik weet dat dan. Bondé, ja, bondage, hè. Ja. Nee. Dat je dat vraagt. Wil jij mij SM doen?
Nee, dat is wel goed. Nou, voulez-vous me bonder betekent eerder wilde mij penetreren. Oké. Wilde jij mij penetreren? Ja. Ook, dat was de vraag. Zoiets. Voulez-vous me bonder. En was dat een man of een vrouw? Ik vraag dat nog eens aan een vrouw. Ja. Dus het klopte voor geen meter. Van. Je ontdekt ook de verschillen tussen al die landen. Dat is zo fijn. Ja. Toen Holland dan, Duitsland. De clichés zijn er. Hè. De Duitsers zijn gruntlig. Hè. Als ze zeggen dat je 25 minuten moet spelen, moet 25 minuten spelen en speelt geen minuut minder of langer. Hè? Niet, hè? Niet doen. Ze zijn ook zeer georganiseerd, is in orde. Dat begint ook op tijd, dat stopt op tijd. De Franstaligen. Allez, op het gemak. Dat is allemaal niet geregeld, maar wel goed eten. Wat dat betreft hebben we gigantische verschillen tussen landen. Ja. En Engeland is momenteel, naar onze normen, hypergevoelig. Ja. Ja? Och, dat is... Daar heb ik lange echt van... Lange tenen daar, oeh, wel lange tenen. Het is political correctness en left against right. Je hebt zo die polarisatie die er zeker onder het comedypubliek veel groter is. Omdat zij voelen zich geweldig geprivilegeerd als zijnde Engelstalig, internationaal enzovoort. Mm. Het comedypubliek is daar heel progressief links. En dus bijvoorbeeld, ik kwam op podium en ik sprak over een Italiaan en ik... zei iets met een Italiaans accent en dat was eigenlijk niet gepermitteerd. Ah, nee? Nee, dat is racistisch. Oh, leuk. En van mij, mij konden ze dan nog half hebben, omdat ik zelf geen native speaker was, maar dus een Britse komiek die zegt van and my Italian friend said, hey, what are we going to do? Wordt niet gepikt. Het publiek haakt af. Er is nu... heel raar. Mijn zoontje speelt bij Studio Orca nu, een theatervoorstelling. Mm-hmm. En die gaan ook naar Engeland. Daar zit Ilse de Koe, de actrice, zit in een rolstoel. Mag niet in Engeland. Je mag niet als actrice die wel kan wandelen, mag je niet iemand spelen in een rolstoel in een theatervoorstelling. Nou ja, het fijne is wel dat ik natuurlijk... ik heb altijd een ontsnappingsroute, letterlijk en figuurlijk. Dus als het me te erg wordt, kan ik altijd terug naar Nederland. Mm-hmm. Voorlopig wil ik dat niet, hoor. Maar, maar daardoor heb je altijd wel een soort van afstand. Maar ik... kijk, die politiek, daar kun je wel boos op zijn. Alleen voor ons normale stervelingen houdt het denken op een gegeven moment op. Van maar dat doe je niet. Of nee, maar dit slaat helemaal nergens meer op. Maar het probleem voor ons als comedians... is wel dat je op een gegeven moment... dat de waarheid is zo overduidelijk en de leugen is zo slecht... dat dat ontmaskeren, wat wij natuurlijk door de eeuwen heen altijd hebben gedaan... Geprobeerd, ja. In de tijd van de narren en de koning nog... dat je gewoon de spiegel voorhoudt of het gordijn weghaalt... Ja. Van, hey, dit is het. Ja, dat is nu voor iedereen duidelijk. Dus dan is die taak opeens heel anders. Ja. En dat is best een klote situatie, want dat betekent dat je aan het werk moet. En dat is natuurlijk nooit leuk als je aan het werk moet. Hè? Want je denkt, nou ja, ik schrok zo show in elkaar. En iedereen doet zijn werk allemaal heel hard. Alleen je moet nu uit een soort ander vaartje gaan. I'm one lucky bastard here tonight because I'm here with Jamon. Jamon, how was your show tonight in Antwerp? Well, I'd be better off asking you. You were in the audience. Maybe you weren't. Well, I enjoyed it. Oh, good. Yeah, no, it was good. All the good jokes work well. All the average jokes kind of got like a average reaction. But no, it was good. Okay, so you're happy. Yeah. Eva, goedemiddag. Goedemiddag. Jazeker. Ja, zeker. Je bent super fris voor een sneeuwachtige Belgische sneeuwachtig. Ik weet niet of dat in Nederland zo is. Neem aan dat je nu in Nederland... Ja, het is nu een beetje meer regen. Maar vanochtend was het nog sneeuw. Dus wel nog, ik rij nog wel langs een wit landschap op dit moment. Oh, dat is goed. Bij mij zit Urbain Serfranks, de enige echte Urbanus. Urbanus, je komt recht van het podium waar je nog altijd zingt en speelt als een dartel veulen. Voel je je ook nog zo? Terwijl ik aan het optreden ben... denk ik zo echt niet aan mijn ouderdom. Allee, af en toe moet ik zo een keer, twee keer nadenken. Maar zo van wat ik zeg. Maar de mensen weten niet wat ik normaal had moeten zeggen. Dus als ik een lap vergeten ben, wring ik die er daarna wel in. Als ik een liedje zing, want in deze show zit nogal veel nieuwe liedjes. Als ik natuurlijk een compleet verkeerd akkoord pak, dan horen ze dat wel. Hè. Maar ja, ze vergeven mij dan.
Bij mij zit de one and only Jacques Vermeire. Jacques, je bent onlangs in première gegaan met je nieuwe voorstelling van 7 tot 77. Wat mag het publiek verwachten? Het publiek mag een show verwachten gelijk vroeger. De Goedenavond Tijd, zaalshow 1 en 2. Met Luc Verschuren als aangever, met typetjes. Dat gaat nu ook zijn. Alleen dat Ruben van Gucht is die het doet. Het zijn nieuwe typetjes. Er komen er enkele terug, maar de meeste zijn allemaal nieuwe. Het is, ja, het is volksamusement. Twee keer een uur en er wordt goed gelachen. Bij mij zit Paulien Cornelissen. Paulien, je nieuwe voorstelling heet Om mij moverende redenen. Wat mogen de mensen verwachten? Nou, wat het meest opvalt, denk ik, in het toneelbeeld, is dat er een kleine serre op het podium staat met daarin mos. En veel in de voorstelling gaat over mos. Ik vind mos een mooi groeisel en troostrijk. Mos was er al 40 miljoen jaar en dat is 2000 keer zo lang als dat er mensen zijn. Dus dat vind ik een heel prettig gegeven, dat wij mensen onszelf natuurlijk heel belangrijk vinden. Maar dat eigenlijk dat mos, er al dat is er al veel langer. Dus voor het mos zijn wij een soort één seconde van wat gek. Er zijn ineens allerlei krioelende wezens, het zijn mensen. En op een gegeven moment zijn wij ook weer weg en dan is het mos er waarschijnlijk nog steeds. Het is niet dat ik een doorwinterde VLD'er ben. Doorwinterde VLD'er. Oh la la, Philippe de Winter. Uw slogans gaan hier nog uitkunnen komen. Moeten we eventjes helpen, anders om een beetje te brainstormen. Ja, we hebben daar juist al... ik en Pepijn waren er al over bezig. Ja, maar dit is heel fijn. Hè. Ik zit nu nog echt zo... Wat zijn de voorwaarden voor een goede slogan? Moet er mijn auto kunnen voorbijrijden? Ik moet toch een statement maken. Ja, een paar woorden moet binnenkomen. Ja, ik wil zoveel zeggen. Zoveel in een paar woorden. Ja, eigenlijk wilde ik wil bijna op elk bord een andere slogan. Er is geen geld voor. Maar dat marcheert ook niet. Op den duur is iedereen in de war. Wat is zijn verhaal nu eigenlijk? Ja, wat wil je hem eigenlijk vertellen? Ja. Maar er waren al een paar voorbeelden uit de bus gekomen. Ja, tot nu toe vond ik het mooiste, maar ja, dat is zo. Ik heb thuis het lijstje gemaakt. Gisteravond was het een brainstormen. Gelijk met kinderen. Maar zo brainstormen kent het met een bak blauwe chimie. Gewoon gezellig brainstormen. Mm-hmm. De leukste wat ik nu vond is eigenlijk... Stefan de Winter, uw vriend zonder schild. Ja, het ziet nog wel staan eigenlijk. Het bekt ook goed. Ja, hè? Ja, uw vriend zonder schild. Ja. Een goede steek onder water naar een paar mensen. Ja, u weet wel. Ja. Eigenlijk optreden is een soort aanslapend systeem. Hè. Dat is, als je 3-4 keer in de week op een podium staat, dat is nou 3-4 bommen van een of andere endorfines die in je kop losgemaakt worden. En daarvan moet ik toch bekomen. Ja, ja, dat is een beetje afkicken. Dat is echt afkicken. Ik denk dat ik heb dat sinds kort door dat bij mij wel met ouder worden zeker heftiger wordt. De discrepantie tussen enerzijds de bom en de krater. Ja. Het is niet dat deprimerend is of zo, maar dat is gewoon je systeem moet even. Ja. We komen, hè, man. Dat is hetzelfde. Ik beeld je in dat hij 4 keer in de week 2 uur een karaoke doet. Daar word je toch koko-loko van. Zalig, ik zou weten. Ja, maar je hebt dan gaan dronken. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel gewoon op zich. En het zet dat 200 man naar jou te kijken. En hij... Waarom zeg ik dat nu dat met karaoke is? Maar gewoon om het bevattelijk te maken. Natalia eigenlijk, of zo. Ja, hij staat 2 uur per dag te schreeuwen naar die tekst die daar uit in televisie komt. Mm-hmm. Nee, met die ondertiteling. Hij doet dat mee 2 uur per dag. Iedereen en dan... zit te joelen. Iedereen zit te joelen en de zaal loopt leeg en hij staat daar. Dat is wel even... En naar huis naar je kippen. En dan zit hij de maandag inderdaad met je kieknieten te geven met een lepel. Ja, het contrast is... Het contrast is groot, hè. Ja, dat is waar. En ik denk dat ik ben niet de enige. Er worden heel veel geassocieerd met eigenlijk uw eerste... Succes, hè? Succes, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Dan zijn de verwachtingen misschien hoger. Ah, dan daarna ligt die lat altijd heel hoog. Ja. Mm. Ja. En je wordt altijd vergeleken met dat eerste programma. Ja. Dat wordt maar altijd, als iedereen ziet, wordt dat eigenlijk altijd maar gerefereerd naar dat ene succesprogramma. Ja, ja, ja. En dat is soms jammer, omdat je maakt een programma met een heel ploeg. En dat is soms jammer, omdat je denkt van, ja, oké, die andere dingen waren ook wel heel goed. En dat is een... Allez, dus een aanhalingstekens, maar er zijn ook wel een aantal mensen die daaraan meegewerkt hebben. En dat is altijd zo wel wat jammer dat die meer komen. Ja. Dat was een goede voorstelling geweest. De mensen hadden goed gelachen en zo.
En Applaus was nog bezig. Ik kwam beneden in mijn kleedkamer en zei, pff, ik vond niks, jongen. Man, jongen, doe nou eens even. Graaf nu eens dieper, jongen. Come on, Thomas. Het is echt tijd voor de jaren van verstand. Oh! Yep. Dat is alvast de titel. Bam. Ja. En die heb ik toen opgeschreven van Tim, ik heb een titel. Ja, voilà. Dat wordt hem. Dus het kan ook heel, maar zoiets klein, zoiets stom zijn, dat wel een basis ligt voor... Ah ja, ja, dat was niet stom, want ik had al een andere titel en, waar ik mee ben, maar ik niet tevreden van was. En welke was dat? Bubbelbrein. Van, ja, zie je dat? Dat was ook beter. Ja, want ik heb mensen... Ik heb mijn management... Bubbelbrein. Ja, mijn management was wel heel erg mee met die andere titel. Ah ja, en dan, ja, dat klinkt zo literair en dat is een boek. En ik zeg, nee. Tof, dat is hem. En dat klopt ook echt met de voorstelling. Ja, nu de titel Bubbelbrein nog op je voorstelling plakken. Ik ben aan het nadenken. Het zou niet gaan. Het gaat niet, hè? Het zou niet kloppen. Nee. Bubbelbrein. Ik ben blij dat je voor het jaar hebt. Klopt, verkledig. Dat is ook de... Ik kon dat niet zeggen, dat is een spoiler. De wat? Niks. Nee, ik kan dat niet zeggen. Wat wou je zeggen, Thomas? Wat ging je zeggen? Dat vind ik flauw. Ja, allee, jongen. Dat is ook de... Moet je dat nu echt zeggen? Dat is spoiler. Ja, dat is ook de laatste zin van de voorstelling. Dat moet je niet zeggen. Laat dat eruit. Typisch bubbelbrein gedrag. Je kunt wel heel lang de neiging hebben om eigenlijk een losse verzameling grappen voor te stellen als iets coherents. Ja. Ja. En dan krijg je wel iets raars. Dat is eigenlijk niet zo ongelooflijk sterk. Mm. En dat is wel heel goed als je dan iemand hebt die je duidelijk maakt van ja, je denkt dat er daar een logica in zit. Ja, dat klopt. Dat is goed. Een lijstje grappen heb je eigenlijk en ja. Je hebt nog juist de nummertjes ervan afgehaald. Ik zie nog dat 1, 2, 7 en 8 de sterkste waren en dat die zijn overgebleven. Ik heb wel twee keer gehad. Eén keer dat er iemand in de zaal onwel was geworden en dat ik echt dacht dat hij dood was. Oh nee. En dat, ja, natuurlijk, ik merkte onmiddellijk dat er iets gebeurde, dus ik vroeg direct zaallicht aan. En dat is dan wel een groot verschil. Bij tv is er dan een ploeg van 15 man die samen nadenkt, wat gaan we doen? En nu staat op het podium en zie maar dat je het oplost. Hè. En wat heb je gedaan? Ik heb eerst gelukkig, de typische cliché van is er een dokter in de zaal, waar dat gelukkig het geval was. En we hebben dan met de mensen van de zaal, dokter en ik, persoon naar buiten gedragen. Waarschijnlijk eerst nog 5 minuten moeten benadrukken. Dit is echt hoor, jongens. Dit hoort niet bij de show. Ja, inderdaad. Dat is zo. Maar geluk bij een ongeluk. Het was zodanig duidelijk dat het echt niet goed was. Het was niemand die flauw viel. Je merkte echt wel duidelijk van dit is niet goed. Ja. Dus het viel vrij goed mee om dat duidelijk te maken. En dan ambulance gebeld. En dan zei een dokter van kijk, het komt echt goed. Ze moet naar het ziekenhuis, maar ik garandeer u, het komt hier goed. En dan dacht ik van ja, dan moet ik gewoon voortspelen. Maar dan heb ik het wel eerst benoemd en duidelijk gemaakt aan het publiek van als er nog iemand riskeert met een show te onderbreken, dat hij er niet goed van ging zijn. En plots werd dat een hele speciale, maar wel een hele toffe avond. Daar konden ze wel mee lachen dan. Ja, maar wat je daarnet zei, ik had over het laatst iemand die gewoon zo wat slecht werd. En dat was echt, dat kreeg je niet uitlegd. Iedereen dacht dat stuk van de show was. Maar dat zal waarschijnlijk voor veel comedians al gebruikelijk zijn. Maar ik vond dat heel moeilijk, omdat je duidelijk merkte van ja, dat klopt iets niet. En mensen bleven gewoon lachen. Oh god. Ja, en het bekende trucje, hè? Of dat, je hebt echt niet moeten reanimeren. Dat wil ik niet en dat kan ik niet. Dat is triestig, hè? Maar ik ben daar... Stay alive. Ik kan het niet. Okay. Maar ja, dat gaat niet geloofwaardig overkomen als ik iemand reanimeer. Echt niet. Ik zou ook niet mijn eigen... Allee, dan kom je zo als een held in de boekjes de volgende dag op Highlands. Sven de Leijer, held van zijn show. Ja, of Sven de Leijer vermoordt iemand die gewoon mottig was. Dat zou waarschijnlijk... Ik zou veel te hard duwen. Ik word ongelooflijk zenuwachtig als ik iemand ziek zie worden. Ik kan zo de praktische dingen. Ik bel dan wel een ambulance of zo. Doe jullie maar. Ik zal wel op een afstandje. En ik hou andere mensen op afstand. Dus ik doe de backup. Oké, ja, dat is heel belangrijk. Heb jij nu extra stress doordat er zoveel dingen op je podium kunnen misgaan? Ja, maar dat is echt... Dat is echt... Ik werk al niet met een projector, omdat ik al zeker met die projector niet ga werken. Maar dus ja, nu staan er inderdaad wel een aantal dingen op het podium. De robot bijvoorbeeld. Maar goed, ja, die robot is ook een biesnummer.
Dus, ben wel heel benieuwd naar de robot. Ja, vrouwelijk, dus, mannelijk, transgender. Dus, Robot Wars. pas op, hij weegt 15 kilo of zo. Dus het is wel een redelijk kloek. Dat is een goeie bb, ja. Dat is een goeie bb, ja. Dat is een stevige beenasp. Het is een jongetje, denk ik wel. Jongetje? Ik heb dus eigenlijk nog niet nagedacht over het geslacht. Er hangt ook geen geslacht aan. Nee. Dat kan een dikke vette USB-stick, dat heeft hem. Ja. Dat is belangrijk. Ligt op rauken, hè. Ja. Ja. Nee, het is een USB-poort, hè. De stick poort is een... De poort en de stick. Ja, waar zijn wij in godsnaam over bezig? Over dingen die kunnen kapot gaan. De USB-stick, ja, goed. We ronden af. Ik doe nu het ding, maar we ronden hier. Misschien knippen we dit eruit. Wordt er gemonteerd? Nee. En dan mag je hem nu binnenroepen. De grote baas. Het brein achter deze podcast. Yes. Dag Elisabeth. Hey, hallo, dag Tom. De tip van Tom. Groots in al zijn eenvoud. Echt, hè? Amai. Hey, Tom. Dus vorige keer een applaus van Sven de Leijer. En nu zo'n mooie aankondiging van Otto-Jan. Ja, ja, ja. Maar en geen hij heeft applaus. Stress, hè? Hij heeft geen stress. Applaus. Hij heeft al stressproces gelaten. Ik zie het een beetje lijkbleek ondertussen. Ja. Wat is dat met je, Tom, blijkbaar? Ik weet het niet. Vind je stress in de zaal mee? Als ik weet het niet, zeg het eens. Ja, ik heb dat niet bij u. Maar oké, gelukkig. Ja, ik was aan het luisteren naar Tom Bijtels. Zoals het, goed. Het is beleefd. En het was, ik hing ook aan zijn lippen. Ja, ja, ja. Dus, het is omdat hij er nog wel ziet, zeker, dat je dat moet zeggen? Voornamelijk, maar... Nee. Het was heel interessant. Hij wil nog boekingen voor twee. Ja, nee. Je gaat niet hernemen. Hij neemt niet. Fuck dat. Fuck die shit. Ik ben geen luie aap. Ik ga een nieuwe voorstelling schrijven. En als wij jou nou vragen om het nog één keer te doen op de Gentse feesten... Dan doe ik het. Consequent zijn is mijn middelneem. Nee. Keihard. Ik doe... Nee, ik heb me voornomen. Kom aan. Fuck it. Ik ga... Ik plooi mij naar de wil van de culturele centra die 1000 jaar van tevoren willen weten wanneer je komt. Ik ga dat doen. Ik speel het spel mee. En ik ga een heel nieuwe voorstelling schrijven die op alle vlakken... Mijn eerste voorstelling gaat over schaduwen. Op alle vlakken. Die alle twijfel gaat wegnemen. Ik zal eruit gaan met een quote van jou, die hopelijk klopt, want we hebben het over de boekjes gehad en blijkbaar schrijven ze niet altijd het juiste. Ik hoef geen sportpaleis uit te verkopen. CC de Ploter zal wel volstaan. Ja, dat was vroeger. Ja. Ik wil die... Gaat je die woorden wel hernemen? Ik wil een kleine addendum. Ik hoef geen sportpaleis uit te verkopen. CC de Ploter zal volstaan. En daarna graag het sportpaleis. 5 sterren. Voilà. Wat denkt u daarvan? 5 sterren van de komiek. Dat krijgt iedereen al. Hè. Ja. Dat krijgt Thomas Smit en Michael van Peer al. Maar deze is ook een podcast. Hè? Onze. Deze is van ons. Ja, nog een keer. Deze is van ons. Hè? School. Voilà. Ja, het was echt een heel verwarrende podcast, maar wel tof. Ja, eigenlijk. Hè? Hadden jullie die gewoon zelf niet kunnen modereren, dan moest ik hier niet zijn. Maar wat af en toe de zalvende mama nodig die af en toe kon zijn. Ja, maar voor jou is het zo en voor jou is het anders. Ik denk allemaal dat ik hier zo'n 60-jarig vrouwtje... Dat is ook zo, eigenlijk. Dat is zo. Wat zou nu voor ik nog gemeen geïmiteerd ook? Ja, uw stem klinkt heel jong. Als dat je zegt, dat wordt proper afgesloten, denk dan de krijg en niet eens dan in uw kop. Zeg. Wacht, ik zou heel... Uw stem klinkt wel heel jong voor uw leeftijd. Dat is dat. Oh, ik ben al naar alle kanten gezweerd. Heb je plastische chirurgie aan uw stem laten doen? Ja. Dat is straf eigenlijk. Straf dat hij een oude krak eruit is. Ja. Goed, ik ga nu zo jong mogelijk afsluiten. Nu, dat is te jong. Ik dacht, dat komt 12, 13 jaar of zo. Allee. Henk, Ron, bedankt voor jullie komst. Het is graag gedaan. Graag gedaan. Merci allemaal, jongens, om hier te zijn. Graag gedaan. Graag gedaan. Dank je wel. Ben, zijn we eigenlijk al aan het einde gekomen? Ja. Allee, oh nee. Ah ja, zie, oh. Ik had nu wel een beetje meer emotie. Nee, maar jij kunt hier blijven zitten. Ik moet weg, hè, dus voor mij is het einde veel ingrijpender dan voor u. Dit is jullie bureau. Ik moet gewoon terug naar huis, helemaal alleen. En dan hopen we tot wanneer dit online komt dat ik het kan horen. Dus, ja, tot dan ga jij ook gewoon thuis in een hoekje zitten. Ja, met mijn iPod. Hè. Ik shuffle gewoon. Ik shuffle door mijn leven. Dus dat gaat op zich wel meevallen. Dank je wel, Els, voor de extra tieten aan tafel. Merci. Merci. Graag gedaan. Rob van Oudenhoven en... per ongelukske William Boeva. Dank je wel. Hier in de studio gaat. Hartelijk merci om slachtoffer te zijn van onze 2-wekelijkse... Dat is graag gedaan.
Comedy kwelling. Nee, dat is niet waar. Maar ook soms zijn we aan het zweten, ja. Ja, een beetje. Een beetje. Ja. Mag ik maar eindigen? Merci om te komen, Steven. Bedankt voor uw komst, Thomas ook. Ja, bedankt, Thomas. Bedankt, Thomas. Het gaat je goed, man. Dank je wel, Otto-Jan, om te komen. Hè. Heel graag gedaan. Goed, dank je wel om te luisteren. En vooral dank je wel aan mijn toffe kerels, toffe gasten, om te komen. Bam, en daarmee is de kous af.